Uh, nieuws, je bent uh, dit seizoen uh, beduidend sterker begonnen aan, uh, vorig, dan vorig jaar. Uh, met wat voor verwachtingen ben je hier naartoe gekomen? Uh, nou, verwachtingen dat ik in ieder geval uh, uh, hier beter uh, aan de start zal verschijnen dan vorig jaar. Veel meer ervaring opgedaan. Uh, ik verwacht ook wel iets meer van mezelf dan dat ik vorig jaar deed, omdat het allemaal de eerste keer was. En ik hoop dat ik zo uh, ja, wat leuke resultaten neer kan zetten. Hoe krijg okay, je zelf terug op de eerste maand van het nieuwe seizoen? Heel tevreden. Het was zeker een vereiste voor mij voor mezelf ook om dit seizoen goed te beginnen. En nou, ik denk dat dat wel aardig gelukt is met de, met de eerste paar weekenden. En vorig jaar was dan je eerste jaar. Wat heb je dan geleerd wat je dit jaar mee kan nemen? Heel veel. Kijk, het niveau is misschien niet eens heel veel beter geworden, maar ik weet nu veel meer wedstrijden eruit te slepen wat ik vorig jaar niet deed. Of waar ik zenuwachtig werd of, of, of nog niet zo goed mee om kon gaan. En ik merk nu dat dat wel. Wel veel beter is geworden en daardoor ook meer wedstrijden winnen. Ja, waarin kan je dan nog uh, stappen zetten? Uh, ja, gewoon sowieso natuurlijk. Uh, qua kwaliteit kan er nog veel beter en uh, moet er nog aan een aantal dingen wel gewerkt worden. Maar daar ben ik allemaal mee bezig en uh, probeer zo goed, uh, zo goed mogelijk elk weekend weer in te gaan. En je hebt een goed, uh, goed jaar nodig om je doelkaart te behouden. Uh, leg jij jezelf je drukke coup? Nee, ik ben niet bezig met mijn toolkaart houden. Ik ben wel bezig. Ik heb mezelf een doel gesteld dat ik het WK wil halen. En vanuit daar zie ik wel wat er gebeurt. Maar echt per se mijn kan halen ben ik niet mee bezig. Want ik denk dat niet dat het op dit moment uh, het meest realistisch is. Uh, terug naar de UK Open. Er uh, is wel, trouwens een mooie mogelijkheid om uh, Pomp te sprokken natuurlijk. Voor de wereldganglijst. Je speelt tegen uh, Andy Hamilton of uh, Patrick Linsky. Uh, Hebben jullie een voorkeur? Nee. Nou, ik ken Patrick Linsky eigenlijk helemaal niet. En die Hamilton kennen we natuurlijk allemaal wel. En uh, daarvan weet ik dat het een, niet zo'n snelle speler is. Maar ik denk dat ik als ik mijn eigen ding doe, dat ik gewoon uh, van iedereen uh, kan winnen. En stel je dan daar uh, voor, vooraf aan zo'n wedstrijd, als je weet bijvoorbeeld dat je dan tegen Handy Hamilton moet, of dan die andere de ene zo snel of langzaam, stel je daar dan echt op in ook? Of? Nou, ik vind het wel lekker om te weten altijd of wat, wat, wat voor speler het is. Uh, of ik mijn eigen tijd moet nemen, of dat ik juist uh, niet in iemands tempo mee moet gaan. En de, vandaar weet je wel van Handy Hamilton. Ja, die zal niet de snelste speler zijn die, die je kan treffen. Volgende week heb je ook weer het Proto-toernooi, uh, Daarmee kan je ook weer plaats voor de overige televisie -toernooi dit jaar. Uh, wat zijn je doelstellingen voor dit seizoen? Uh, nou, zoals ik al zei, het WK halen. Dat is sowieso een, uh, het hoofddoel. Zeg maar. En als ik dat haal, dan ben ik tevreden. En ja, wie weet wat er op een WK of kan gebeuren. Of met, met, met zo'n toernooi als de UK Open. Dat, dat weet je van tevoren niet. Maar het doel is in ieder geval het WK halen.